27 jaar geleden zijn voor het laatst hier geweest ben. Het waren de glorietijden van de hashandel. 3-4 keer per week hadden we hier afspraken. Soms van heel bekende grote Pakistanse dealers. En God mag weten wie nog meer. Alle bekenden in die tijd hielden hier zeg maar domicilie, kantoor en afspraken. De meesten zijn dood of zitten in de gevangenis. Maar weer hoe het kan verkeren. Was dit 20 jaar geleden, 15 jaar geleden, de topverzamelplaats van de oude Penosa? Is het nu, 20 jaar later, het verzamelpunt van de top van de complotmensen van Nederland? Alle je leugen nog zo snel, in dankbaarheid achterhaal je wel. Ook namens mij welkom op deze boekpresentatie. Ik denk dat we dit boek de bekroning mogen noemen op 5 jaar lang onbezorgd en moeizaam werk. Van mij, maar ook van vele anderen. Vaatstra recht te krijgen. Of de familie Vaatstra te helpen. Of de familie Steringa. Of een onschuld van Jasper aan te tonen. Het is allemaal leuk meegenomen als dat zou lukken. Maar ik zie dat als bijvangst. Want het is mij hoofdzakelijk te doen om de leugens en misdrijven van justitie boven tafel te brengen. Ik denk ook dat dit boek daarom meer is dan een boek over een individuele moordzaak. Want als justitie dit doet in deze zaak, dan doen ze het elders ook. En de betere ingevoerden onder ons die weten ook al lang dat dat toch het geval is. En benadrukt, want zonder jouw eigenzinnige en onorthodoxe aanpak waren we nooit zo ver gekomen. Van Wakker Nederland dan? Van tijd tot tijd in actualiteit de programma's die ertoe doen en die een expert nodig hebben, Mark Turks. Goedenavond allemaal. Jammer dat je geen speech wilde houden. De oordopjesmoord gehad, dat was een dun boekje, 550 pagina's. En ik mocht dat toen ook het eerste exemplaar overhandigen aan Hans. En Hans heeft ook kort gesproken, een uurtje of zo. En ik heb daar ook wat uitgelegd. Eigenlijk was dat heel leuk, omdat die zaak die was heel spannend. 3 weken lang in België en een hoop meegemaakt. En ik ga jullie dat... Ja, ik heb een luchtballen uit Texel. Ja, moest ik proberen te ontwijken, dan mocht ik het eerste exemplaar in de stiek heten zitten. Die heet Zon overhandigen. Maar goed. Maar toen was je nog zoeken. Ja, maar het is een leuk plan voor volgende keer. Uit het vliegtuig springen en dan. Mark, ja. Wel slank. Dat zeg je? Slank. Ja, toen was ik niet. Dat komt nog weer. Het gaat nog goed. Het ziet er goed uit. Dus naar de andere sporen kijken, waar kennelijk helemaal niet naar is gekeken. Er was geen bloed op de plaats, dat ik het goed heb begrepen. Ja, dat is raar. Op het moment dat, stel dat hij haar echt heeft verkracht, en dat is iets wat hij bekend, dan betekent dat niet dat hij er hoeft te hebben vermoord. En dat moet dan ook worden onderzocht. En als er vele aanwijzingen zijn, en die heb ik nu begrepen, die hebben in de media zijn die niet zo ontzettend naar voren gekomen, dat er gewoon mensen in de buurt zijn geweest, waar je op zijn minst vraagtekens kan zetten, die met bloedbesmeurde kleren hebben, zijn aangetroffen en later andere kleren aan hadden, terwijl er geen reden voor was. Dat is een detail wat ik zeg, ja, daar kan je heel veel vragen bij hebben en dat had een advocaat ook kunnen. Contra-expertise, Mark. Ja, precies. De contra-expertise. Dat is de grote steen des aanspraak. Het DNA bijvoorbeeld ook, er is een DNA-onderzoek geweest dat niet naar buiten is gekomen, nee goed, maar ook... Nou ja, goed, tal van dingen. Maar dat is te juridisch en niet interessant voor jullie, maar wel als je het boek gaat lezen. Nou, ik wil alle lof van wat jullie hebben gedaan, want ik sta er natuurlijk in een onafhankelijk, hè, en dat heb ik ook gezegd. Ik ga geen partij trekken, ik kom hier om uit te leggen hoe een advocaat dat doet, had kunnen doen.
Het had anders kunnen worden gedaan, maar ik denk dat dit zoveel vragen oproept dat het zeer interessant is voor de media. En ik denk inderdaad dat dat ook wel wordt opgepikt. En mijn complimenten voor het samenstellen van dit boek en het lange onderzoek. Ik ben nog één vraag. Koning Mark. Ja. Heren, van harte gefeliciteerd met dit boek. Vanavond. Het is een zeer waardevolle bijdrage geweest. Dat lijkt geen twijfel. Je ziet hè, het is een wit boek. Ja. Maar het is eigenlijk een zwart boek. Dat is wel grappig. Vind je de cover mooi? Ik vind hem hartstikke mooi. Ook de achtergrond zo, dat het gespeeld is. Mooie kleuren. Goed. Ja, Mark, hartstikke bedankt. Graag een compliment voor deze vriendelijke vraag. Ja. Denk jij maar vertelde dat de studenten dat ik tegenover het park zit gewoon. Ja. En ik denk je een leuke tijd gaat hebben. Ja. Met ons. Ja. En het kwam bij de boot. Ik denk dat ik overburen. Ja, het is zo van hoe heet het? Tegenover een soort videofilm. Nee. Ja. En ook van nadenken. Ken je die film? Hoe heet die Italiaanse film over de berg? Dat hield toen een beetje op toen de boekhouder om de hoek. Ja, die was heel leuk. Ja, dat is een hele erg. Heel dat is nooit een kost. Kijk, het vertelde. Ja, nou, ik heb wel gehoord of wie wat erachter zat. Mm-hmm. Maar het oh ja? Ja. Je dacht dat het boek was over Peter. Nee, dat komt nog. Ja, dat geldt niet. Dat gaat wel om dezelfde mensen hoor. Ja, stuur dat wel naar Peter in de Vries zitten. Zo wel eens doen zijn. Nou, hier staat de man die alles, alles waar maakt. De koning der complotten. En over een maand komt Peter uit. Ja, dat vind ik top. De, hij is mijn advocaat geweest. Hij heeft advocaat geweest. Dat we nemen het op, hè? Ja, die maakt niet uit. Hij is mijn advocaat geweest. En hij heeft advocaat. Dat noem je. Weet je? Nee, dat komt nog. Oktober pas. Nou, die heb ik. Maar wij dachten, ja. Volgens nieuws, ja. Dat nu de presentatie van dat boek was. Ja. Maar ik wou je even feliciteren. Hey, dit zijn allemaal fans van jou die hier zijn. Ja. Allemaal Steve. Nee, Steve, dat is echt zo. Dat proef je dan. Maar ik wou je, mag even, ik wou je echt feliciteren. Ik ben topverder. En ik hoop dat het wel een beetje een resultaat gaat hebben. Dat het meer fouten gaat, nog meer fouten gaat. Wij hebben iets gemeens bij. We hebben iets gemeens. Ik ben een straatvechter. Ik heb jouw boeken allemaal gelezen. Allemaal. Op Brabant? Nee. Nee, maar ik kom net liever op een Nemscafé. Op Oud-Zuid. Dan in de hogere sferen. Daar ben ik ook geweest. Interview met Joseph Luns. Noem maar op. Geen probleem. Maar ik kom ook graag met mensen die aan de onderkant van de samenleving. Maar wat wij gemeen hebben, dat wij iets voor durven douwen, wat niemand durft. En dat is ook nodig. Zonder dat kom je niet. Mensen, zonder dat kom je niet. De top-auteur van het boek over vaartvraagzaken. Wat was de titel? Het verboden dagboek van Maaike Vaartvraag. Wat eigenlijk verboden was, ja, verboden. Nog steeds. Jij bent de enige die rechtstreeks van het belang heeft. Alleen vast is komt te staan dat hij een feitelijke relatie had. Ja, nee, is waarom. Ja. Bij mij heeft hij ook gehoord dat ze een uitzending voor het maken. Maar bij de rol is vastgesteld dat hij een succesvraagstelling heeft gepakt. Die had namelijk een artikel geschreven dat hij behoorde tot de groep van Klaas Bruinsma. Ik heb dat nog niet. Waar hij een feitelijke relatie had met Bruinsma en ook de spandienst erin. Daar heeft hij proces tegen en die heeft hij verloren. De rechter en het hof. Ja, dat bedoel ik. Maar de rechter en het hof hebben gezegd: het is waar. U behoort tot de groep Bruinsma, u ja, enzovoort. Dat weet ik. Maar goed, op een of andere manier maakt dat niet uit.
Hij is maffia-journalist. En het boek wordt uitkomt over andere dan mij. De misdadiger, Je hebt mij een mailtje gestuurd. Ik schaam me eigenlijk dat ik er niet meer antwoord. Nee, geen probleem. Maar ik heb het zo druk aan. Zeg je dat vertellen? Ik wist niet eens dat jij het was. We hebben elkaar toen in Amsterdam. Ik was aan de rechtbank toen we hier zijn. Helemaal geleden. Ja. Met mij wegzagen. Jacqueline van Haren was ook daar. En Robert Burk was er toen bij. Weet je ook? Ja, heel onkundig. Oké, maar ik moet nu gaan. Ik wil even Jacques nog een dag zeggen. Ik wil even de hele zeggen. Heel veel succes. We zijn hier vanavond in Hotel Tabak bij Naarden en hier is aanwezig het neusje van de zalm, de crème de la crème van Complot Nederland. Maar goed, wij van Volksnieuws Amsterdam dachten dat we hier op een boekenreceptie kwamen van het kankergezwelvende baal van auteur Jan Hans Maurits. En we begrepen in eerste instantie ook niet zo, het ging maar steeds over Vaatstra en Jan Vlug. Ik denk misschien is het de inleiding van die bouwfraude. Maar uiteindelijk hadden we ons dus vergist en waren we op de verboden boekenpresentatie van het boek over de zaak Vaatstra, geschreven door Hans Maurits en Wim Dankbaar. Dat is het boek waar heel veel om te doen is geweest, met zelfs een kort geding om het te verbieden, over die, min of meer ook over die dagboeken van de moeder van Marianne Vaatstra. Enfin, het boek is dus nu officieel gepresenteerd en volgens mensen die er stukken van gelezen hebben, onder andere de advocaat Mark Teurling, staan er wel degelijk schokkende feiten in. Dus we zijn benieuwd wat het teweeg gaat brengen. Daarnaast, en dat is toch een beetje bizar, heeft de advocaat Jan Vlug is persoonlijk naar de gevangenis geweest om de dader Jasper, om hem te, zeg maar, te bewegen. Dat hij en zijn familie zouden trachten, middels een kort geding, om dit boek toch verboden te krijgen. Dat is natuurlijk heel raar dat een advocaat een boek wil hebben, verboden wil hebben, die eigenlijk hem ontlast. Want in het boek wordt kennelijk verwezen naar meerdere mogelijkheden van andere daders. Daarnaast blijft het bizar, en dat haalde ook Mark Teurlings aan, dat een advocaat binnen 10 minuten, gesprek 10 minuten, met zijn cliënt Jasper al wereldkundig heeft gemaakt dat hij volledig de moord heeft gedaan en bekend.